Ik kan me voorstellen dat u niet zo heel erg veel weet over damesvoetbal. Ik zal u eerlijk zeggen, ik ben ook niet zo'n hardcore kenner. Maar als er nou één naam is die u zou moeten onthouden, dan is dat Vivianne Miedema. Waarom? Heel simpel. Omdat zij de allerbeste is. De vrouwelijke Messi wordt ze wel genoemd. Zij is degene die Nederland deze zomer naar de Europese titel moet leiden. We zijn hier nu in Hogeveen, vlakbij haar ouderlijk huis. En we gaan vandaag eens even kennis maken met de familie Miedema. Hey Vivianne, ik begreep dat jij heel fanatiek Feyenoord-fan bent, hè? Ik zag ook in jouw boek een fotootje met Dirk Kuyt hier. Ja, ik ben wel echt een fanatiek fan. Ja, als ik in Nederland ben, dan ga ik ook heen. Feyenoord heeft geen dameselftal. Zou jij ooit voor Ajax kunnen spelen? Nee. Nee, zou ik denk ik niet kunnen. Ik denk dat mijn vader bijna beide benen breekt. Ja, dus ga weg. Meen je dat nou echt, ja? Jij staat hier nog op de foto met Dirk Kuyt. Merk je nou tegenwoordig dat jonge meisjes dat die met jou op de foto willen? Ja, absoluut. Natuurlijk alleen al bij Nederlands helftal na de wedstrijd. Nou ja, elke keer als er 6.000, 7.000 man zit, dan moeten we na de wedstrijd handtekeningen, selfies, weet ik veel wat uitdelen. Ik denk dat dat ook heel erg leuk is, want toen ik jong was, dan had je niet echt zeg maar, het boegbeeld voor het vrouwenvoetbal. Dat was nog niet zo bekend. En ja, nu heb je inderdaad wel echt van, oh ja, meiden kopen een shirtje met Miedema achterop, in plaats van een shirtje met Van Persie of met Huntelaar achterop. De eerste keer dat je het ziet, is het gewoon ja, heel speciaal. En als er kleine meisjes zijn, is het leuk. Maar zoals bij Bayern, daar zag je ook gewoon volwassen mannen die ook gewoon met een shirt van Miedema lopen. Echt waar? Ja. Ik zou dat wel een stap vinden, eerlijk gezegd hoor. Ik ga eerder met een shirt met Anja Robben terug dan met Miedema op terug. Vind jij mij dan een beetje een oude seksistische lul of niet? Nou, een beetje wel. Helemaal voor deze zomer, denk ik. Oh, dank je. Alsjeblieft. Ja. Voor deze zomer zou ik zeggen ja. Heb je een beetje zin in de EK eigenlijk? Ja, nou, het hele jaar ben je er al wel een beetje mee bezig geweest. Natuurlijk ook in je achterhoofd gehouden. Ja, maar ik vraag het ook of je er zin in hebt. Want de vorige keer, 2015, WK in Canada. Toen zei jij vanaf, ik had eigenlijk helemaal niet zo heel veel zin. Nee, ja, nu wel. Ik ben gewoon... Maar hoe kan het dan dat je toen niet zo zin had in een WK? Nou, ik ben nu fris en toen niet. En nou ja, toen ben ik overgestapt naar Duitsland ook natuurlijk. En ik was nooit thuis geweest. Ik had nog een beetje heimwee dat jaar. Oh ja. Dus ja, alles bij elkaar was gewoon een beetje te veel, denk ik. Heimwee, hè? Maar ik las ook ergens dat jij ook altijd... jouw teddybeer Flip, die moet ook altijd mee. Ja, die is er nog steeds altijd bij, hoor. Die gaat altijd mee en... Ja, die is ook altijd een muntje bij geweest. En als hij dan, als we een nachtje weg moesten met de bus, dan zat hij ook gewoon in de bus. Een beetje een teammascotte. Dit is Teddy Bear Flip. Dit is Teddy Bear Flip. Nou, Mooi beest, niet? Hoe is het? Dus dit is, ik hou hem ook maar even vast. Dus dit is deze beer die ik hier nu in mijn handen heb, is belangrijk voor de Nederlandse voetbalgeschiedenis. Ja. Oké. Okay. Hij is net in de wasmachine ja, geweest. Ja, ik weet, het valt me niet ja. tegen. Maar jij speelt toch ook op niveau, Lars? Ja, ik voetbal bij PEC Zwolle. En wie is er beter dan? Jij of Vivianne? Ja, ik natuurlijk. Ja, vraag ook natuurlijk. Dat is veel sterker, hè? Nou, technisch voetbal ik hem er gewoon uit, hè? Ik geef hem gewoon 3 panna's achter elkaar en dan kan hij beter maar weer naar huis gaan. Maar Vivianne, we zijn hier hoofdveld van VV De Weide, zeg ik het goed dan? Is het al ja. Een beetje voor jou, een beetje heilige grond, dit, of niet? Ja, absoluut. Ah, ja, hier hebben we wel heel wat wedstrijdjes gevoetbald. En was ze de beste? Ja, zeker. Beter dan jij was? Veel beter. Ja? Maar wat lag er dan? Jij kon nog een peperoot van of was zij gewoon zo goed? Ja, nou ja. Er zijn de meningen over verschillende meningen over, denk ik. Nou, ze was wel goed, ja. Ja, en veel goaltjes, ja. Ja? Ja, dat was dat niet een beetje gek dan? Dat was toch een meisje, was best in jullie team? Ja, ik weet nog wel dat ze altijd dat ze de tegenstander altijd raar opkeek inderdaad, ja. Maar wij wisten het natuurlijk wel, dat ze goed kon voetballen. Maar de tegenstander zat al een meisje op het veld, zo. Dat hoorde je dan in de warming-up al. Dus toen dachten we altijd van, nou wacht maar, schoot ze weer 3 in en waren ze weer stil. Ja? Ja, het was een soort van hype aan het worden op een gegeven moment, ja. Een hype? Ja, het was iedereen altijd erover, denk ik. Wat voor type is Vivianne in het veld? Een echte spelverdeler, denk ik. Ja? Ja. Was ze ook nog baas over jullie? Ja, ze droeg de aanvoerdersband dus. Ook nog? Dat ja, wist ik nog. Helemaal niet, joh. Ja, too much, hoor. Nee, ja. Ik vond ze... Bij de jongens was voor mij eigenlijk altijd normaal. En ik wou altijd one of the boys zijn, zeg maar, toen ik nog heel erg jong was. En daarna werd het natuurlijk wel iets anders, maar... Ja, ik vond het geweldig om met jongens te voetballen. En het eerste jaar bij Heerenveen, toen ik bij vrouwen in de kleedkamer moest gaan zitten, vond ik ook echt verschrikkelijk. Want bij de jongens was het zo makkelijk. En nou ja...
af en toe zeiden ze van, oh ja, we hebben een biertje gehaald op vrijdagavond. En dan stonden we op zaterdagochtend op het veld en dan speelden we nog steeds een super wedstrijd. Dan op een gegeven moment, ja, dat begon ik wel te missen natuurlijk. Viviane heeft ook een bijnaam waar ze zelf ook heel erg dol op is. Ze wordt wel de Messi van vrouwenvoetbal genoemd, hè? Is dat terecht? Nou ja, ze heeft toch denk ik, vooral hier in Hoogeveen, toch ook echt het vrouwenvoetbal wel weer deels op de kaart gezet. Dus als dan vergelijken... In Hoogeveen. Ja, in heel Europa toch, man? Ja, wel groter, ja. Je bent er zelf niet zo dol op, hè? Nou, ik denk dat je gewoon echt naar het voetballende kwaliteit en manier van voetbal kijkt. Kijk, dan ben ik geen Messi. Ik ga niet de bal hier ophalen en vervolgens daar een doelpunt schieten. Dat ben ik gewoon niet. Maar wat ben jij dan meer? De Cristiano Ronaldo van het vrouwenvoetbal? Nee, ja, ook niet. Ja, geen idee wat ik ben. Het zou mooi zijn als over 10 jaar meisje zegt van, oh ja, die voetbalt als Miedema. Dat zou wel heel erg leuk zijn. Miedema.